Mitchell van der Gaag, kan je leven met een 2-0 nederlaag bij PSV? Nou, als je gebaseerd op de wedstrijden werd 90 minuten, dan wint PSV verdiend. Ik denk wel dat dat er meer in had gezeten in die zin dat we niet echt het besef hadden dat er af en toe wat te halen viel. En dan heb ik het voornamelijk over gelijk de grote kans na de 1-0 van Stanley Elbers. Dus de ruimte en de tijd die hij in de 16 meter had. En dan ook de momenten na rust. Ik denk dat we de 2-0 binnenkrijgen. Het beste moment, de beste periode van onze kant in de wedstrijd. Waar je een kwartier gewoon prima aan het voetballen bent. Kansen creëert en uitvallen had waarbij je een beter overzicht hebt, dan kun je daar in ieder geval grotere kansen creëren. Aan uiteindelijk naar de 2-0, waar we er heel slecht uitzien. En dan mag je, blij is misschien een groot woord, maar dat het maar 2-0 is gebleven. En dat het dan nog te overzien is. Waar ligt het dan aan dat het uiteindelijk net niet lukt vandaag? Ah, dat heeft natuurlijk ook met het besef hebben te maken. Van, heb je het besef dat er wat te halen valt en dat je niet op die momenten dat je er komt, dat je daarvan schrikt bijvoorbeeld. En dat zijn wel de momenten dan, de uitvallen die je hebt. En daar hebben we in het begin van het seizoen hebben we natuurlijk prima werk mee gedaan, veel uitgescoord. Maar misschien is het tegen een topploeg in Nederland zoals PSV dan. Dan schrikken we daar misschien van. Ik vind dat moeilijk aan te geven, omdat bij momenten hebben we dat wel gehad. En zeker ook de tweede helft, dan kun je in ieder geval ervoor zorgen dat je in die wedstrijd blijft zitten. En dan de uitvallen die we hadden, vrije trap van Faik, dan heb je daar de moment om in ieder geval een doelpunt te maken. En dan is het nogmaals teleurstellend dat je uit een corner voor ons, dat je daar uit de tegenaanval de 2-0 krijgt. Heeft dat met slimheid te maken dat zij dan op dat moment heel snel omschakelen en waar jullie de corner mogen nemen, 10 seconden later een doelpunt maken? Nou ja, we hebben het zelf ook gedaan dit seizoen, dus wat dat betreft weten we hoe het werkt. Alleen dan zie je bij momenten de alertheid die er dan niet is. Van we denken van nou het komt wel goed, we stoppen even met meelopen ja, en dan ligt hij er wel in één keer en dan moet je wel die afstand overbruggen. Ja, dat zijn dan de verschillen die je dan hebt als je bijvoorbeeld tegen PSV speelt. Dan heb je het over de kwaliteit van Paas van Cuadrado, de aanhouding van Pruppen die hem dan prima binnenschiet. Maar ja, dan moet je alert zijn. Nou, en dan wordt het steeds moeilijker. En dan zijn we erop blijven hameren om gewoon dezelfde dingen te doen. Wat we hebben afgesproken om van daaruit de eerste wedstrijd na de competitie en naar de winterstop. Om gewoon de dingen te doen waar we goed in zijn. En waar we ook het restant van de competitie mee aan moeten. Je begint aan de wedstrijd zonder Ryan Kolwijk. Wat was voor jou de keuze om hem niet in de basis op te stellen? Nou, zoals je weet heeft Ryan voor de winterstop een blessure gehad. We hebben daarna met een aantal jongens gespeeld. Een vaste basis. Ryan is teruggekomen na de winterstop. Heeft wat toch wel kijken hoe het met zijn lies ging. Maar het ging vrij goed. Maar we hebben besloten om in ieder geval door te gaan met de jongens die er voor de winterstop ook stonden. Vandaag maakte Warne Haanzen de debuut bij jullie na een lange blessure. Hoe vind je dat hij het heeft gedaan? Nou, als je kijkt wat hij gedaan heeft van tevoren, weet je dat hij dat je wedstrijden tegen PSV als keeper normaal gesproken veel te doen krijgt. En ik denk dat hij dat heeft laten zien. En dat hij een paar aantal ballen er prima uit heeft gehouden. Dus hij heeft in ieder geval ook voor zichzelf, kijk, als team of als keeper of als verdediger wil je altijd de nul spelen. Nou, dat is niet altijd mogelijk, maar in ieder geval wel een aantal prima reddingen verricht. Dus dat is zowel voor hem als voor de ploeg positief. Wil ik nog één naam aan je voorleggen. Op de bank bij PSV zat Jordi de Wijs. Is dat een speler waarvan jullie maandag hopelijk hem misschien wel kunnen toevoegen aan jullie selectie? Ja, het is een aardige soap aan het worden. Dat was iedere week of misschien wel iedere dag weer een ander verhaal. Maar ik hoop in ieder geval dat die maandag aan zal sluiten. Waar hangt dat nog vanaf? Ja, dat hangt eigenlijk vanaf wat er bij PSV nog staat te gebeuren. En we moeten het ook eigenlijk niet loszien van de wedstrijd die we vandaag tegen PSV hebben moeten spelen. Dus wat dat betreft ging ik er eigenlijk nooit vanuit dat die voor onze wedstrijd tegen PSV zou komen. En vandaar dat ik verwacht dat die maandag zou aansluiten.